Hey mensen! Welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag hebben we niet echt een challenge, maar toch ook wel een challenge. Ik heb er zin in. Je hebt er heel veel zin in, ja, hè? Ik ben echt blij. Ja, Maarten en ik keken een tijdje terug naar Telcel, of in ieder geval iets in die trant op TV. We waren ziek. En dan ga je dat soort onzin kijken. En we dachten bij eigenlijk ieder ding dat voorbij kwam, dat kan niet. Je had voor echt de raarste dingen, dat je ineens een blokjesbuik kan krijgen. Ja, dat is een ding zo... waarschijnlijk je hele orgaangedeelte helemaal, ik weet niet, ja, dood. Kapot, heb je daarna een blokjesbuik, maar je kan nooit meer kinderen krijgen. Ja, zeg dat maar. Soort dingen. Maar ook heel veel dingen gerelateerd aan eten. Maar wij zagen één ding en die dachten, die willen we testen. Mm-hmm. En in principe, als dit leuk is, kunnen we dit wel vaker gaan doen. Dit is absoluut niet gesponsord, maar dames en heren, hier is de Expresskoeker! Yeah! Dus nogmaals, niet gesponsord, we willen onze eerlijke mening hierover geven. En waarschijnlijk is het echt kapot. Slecht. Echt, die dingen, hier, even kort op beelden. Knapperige sandwiches, klaar in minder dan 2 minuten. Een perfect gegratineerde cannelloni heb je al klaar in minder dan 4 minuten. Dit kan nooit. Unboxing. Het is een soort tosti-apparaat. Ja, een hele maaltijd voor je hele gezin. Op de doos staat dan dus wat je allemaal kan maken. En alles heeft ook de vorm van een maandverband. Deze pannenkoeken zijn niet gemaakt in die expresskoeken. Ze is gewoon fake. Ze doen telkens aan de rand, zodat het niet lijkt. Ja. Alsof ze niet rond zijn, maar die zijn gewoon rond. Ja, want anders zouden ze zo'n vorm moeten hebben. Ja, maar ja, wie wil nou een pannenkoek in de vorm van een maandverband? Verband. Willen jullie een pannenkoek in de vorm van een maandverband? Oké. Dit is dus hoe het eruit ziet. Hier maak je je eten in. Eerste indruk is dus niet al te positief. Ik vind het er wel schoon en netjes uitzien, weet je wel? Ja. Zo, dat was bijna mijn vinger. Nee, maar het ziet er niet heel niet degelijk uit, snap je? Het ziet er wel... Ja, kon slecht. Je hebt een aantal gerechten uitgekozen. Ja. En wij gaan gewoon kijken of het er daadwerkelijk zo uitkomt. Dus we gaan precies het aantal minuten dat zij aangeven in hun reclames doen. Als het werkt, werkt het. En als het niet werkt, dan niet. En we gaan het ook proeven natuurlijk. En kijken of het lekker is. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat is het eerste gerechtje dat je hebt uitgekozen? Ik dacht, laten we gewoon casual beginnen met een tosti. Met een tosti. Je kan hier tosti's in maken. Ja, dat zeg ik. Jongens. Hoe moeilijk is dit? Een stopcontact. We hebben brood, we hebben kaas. Hebben zij ook echt een tosti gemaakt? Ja. Oké. Ze zeiden namelijk, en dat wil ik wel testen, een grilled sandwich in just 2 minutes. 2 minuten, oké. Maar past het überhaupt erin? Nee, maar dat laat dus meteen al zien wat voor rare vorm dit is. Dit is de vorm, dus jullie weten hoe groot een boterham ongeveer is. Dit is dus hoe groot het is. Zal ik maar de vorm... Hoeveel kostte dit? Dat was echt duur. Ook wel even goed om te zeggen natuurlijk hoeveel dit kost. Stel dat het €12 is, dan valt het wel mee. Nee, het is wel... Want hoe duur is het tostiapparaat? €20? Hij kost maar liefst €50. Voor een klein tostiapparaat. In de vorm van een maandverband. Met je maandverband. Ja, dat is al direct niet meer lekker voor mij. Is dit een beetje de vorm? Van een maandverband, ja. En van de UFO? Ja, dat is wel een heel klein tostietje, ja, maar... hoor. We gaan dadelijk dus ook allerlei avondmaaltijden proberen. En daar ben ik het meest benieuwd naar. Want dit moet gewoon werken. Als dit niet werkt, dan snap ik echt helemaal niks van. En tostiham. Want als de tostiham op staat, dan weet je dat het tosti's bedoeld is. Want dat is ook een speciale varken, hè? De tostivarken. Die heeft zo'n vorm. Dat is een vierkant varken. Hier een plaatje van het varken. Succes, editors. Geen probleem hoor, Dylan. Doen wij met liefde voor jou. Oké, de tosti. 2 minuten. We gaan het timen. Ik ga het erin doen. Ja. Daar gaan we. Tosti gaat erin. We weten hoe die eruit komt bij de video. Oh, dit knettert. Daar gaat hij. En hij gaat er 2 minuten in. Dames en heren, wacht, tot over 2 minuten. En 2 minuten zijn voorbij. Stop. Ja. Die is nog niet helemaal klaar, hoor. Die is nog niet helemaal... Goed om te weten, je kan er gewoon met je mes in, want het krast niet, zeggen ze. Oh ja. Ik zie het. Wacht even. Dit is serieus een ding. Ze gaven heel duidelijk aan, tijdens de commercial, dat hij absoluut niet kon krassen. Maar de anti-aanbaklaag van de Expresskoeker is ultra-resistent en krast nooit. Doe eens. En nu hier een shot van. Ja, wacht even, hoor. Dit is echt bizar. Ze gaven echt duidelijk aan dat hij niet kraste. Dat was zo geweldig eraan. Maar kijk dit, dat is echt niet normaal. Hij krast meteen in één keer super erg. Dit is gewoon bedrog. Hier, de kaas is nog niet eens gesmolten. Ja, dat is echt helemaal niet gaar.
Wel lekker. Ja, een tosti is een tosti, hè. De tosti-test is geslaagd. Het volgende gerecht wat Marit uitgekozen heeft is... een complete maaltijd, want dat leek me zo handig. Weet je wel, dan hoef je dus niks meer anders. Gewoon een worstje met gebakken aardappeltjes en wat groentjes. Nou, ten eerste, hoeveel gaat er daadwerkelijk in? En ten tweede, is het graag in? Wat zeiden ze? Ja, dat zeiden ze hier niet precies, maar volgens mij, zoals ik de rest allemaal begrijp, zitten tussen de 4 en 6 minuten. Dus we mogen ze wel het voordeel van de twijfel geven. Ja. Dus 6 minuten. Even kijken naar het beeld. Hoe het eruit ziet in de commercial. Ja, 1 worstje gaan we doen. En dan gaan we groenten omheen. Ja, dat past wel. Yeah. Oh my god, dat is niet goed, man. Wacht even. Wat is dat? Ja, dit is gewoon die laag. Dat is echt niet goed, man. Dat is gewoon die laag wat je op aan het vreten bent. Deze? Ja. Dat is groente, want ja, je maaltijd is nog niet klaar. Dit is toch ongeveer. Zo, nou, dit is echt wel mijn avondmaaltijd, hoor. Zo, ja, je moet ook een beetje aardappeltjes, weet je. Ja, natuurlijk. Oh, 3 aardappeltjes passen erin. 6 minuutjes gaan nu in. We gaan gewoon weer even wachten. 6 minuutjes, hoe komt het eruit? Dat is de vraag. Let's go. Ja, daar gaan we, dames en heren. En de 6 minuten zitten erop. Yo, hey, even serieus. Ja, die is echt niet gaar, hoor. Het is gewoon niet gaar. Ja, dit kunnen we echt niet gaan eten, hoor. Zal ik hem snijden? Snij hem eens door. Ja, daar kunnen we nog niks mee. Die is nog redelijk koud zelfs. Is die nog koud, hoor? Ja, hoe is die? Nou, dat is gewoon een courgette. Die wel redelijk gaar is. Nou, courgette gaat wel. Ja. Zo'n aardappel. Hij is wel warm. Dit is van alle kanten warm. Maar... ja, maar hij is maar niet te knapper. Nee, hij is niet gebeurd. Hij is heel zacht nog. Wat zou je zeggen als ik zo zou zeggen? Kijk, lieverd, ik heb mijn maaltijd klaargemaakt. Stel je voor je kop dit ding en je gaat dit eten. Je hebt 3 aardappeltjes, 6 stukjes courgette, een tomaat en dat is dan je avondeten. Want dat kan toch niet? Ja, maar ze zeggen wel in die video. En je kan zelfs letten op je dieet. Ja, dat snappen we wel. Ja. Als je die porties eet. Desserts bakken of op je dieet letten. Ja, inderdaad ja. Marit, ik moet zeggen, het was wel toch een soort van warm. Ja. Maar wat heb je nog meer? Wat hebben ze nog meer laten zien? Een omelet. Een omelet, zag er zo uit. Look how yummy that omelet looks. Het is heel makkelijk. Ik zag het die vrouw ook doen. Gewoon dit erin gieten. En dan doe je er nog, als je wil, wat groenten bij. Groenten zitten erbij. Hup, hij gaat dicht. Ze zeggen in deze video niet hoe lang. Hoe lang bak je normaal een omelet? Dan houden we dat gewoon een beetje aan. Ja, dat kan wel. Dat kan wel 6 minuutjes duren. 6 minuutjes. Oké, we gaan hem na 3 minuten even omdraaien. Stond er ook bij dat ze dat deden. Dus we gaan gewoon precies doen zoals in de video. Ik ben benieuwd hoe deze eruit komt. Nou, we gaan kijken. Oké, the moment of truth. Hij moet even omgedraaid worden. En dan gaan we het zien. 6 minuten, jawel. Hoppa, daar gaat hij, hè? Ik ben benieuwd bij deze. Oh! Wow, die is wel sick! Zo! Die ziet er ook wel echt uit zoals op het plaatje, vind je niet? Dit was wel echt zoals in de... Zo, wow! Zo. Wow, hij gaat er ook echt uit. Oké, dit had ik echt niet aan zien. Dit had ik ook niet verwacht. Positief verrast. Nu kijken of hij er goed uit... Oké! Oké, ja, echt wel, hoor. Ja, een klein beetje, maar dat komt omdat ik dat een beetje heb gedaan. Dit ziet er serieus goed uit. Oh! Ja, dit is ook gewoon gaar. Beetje zout en peper. Ik zeg, smikkel maar. Hier ben ik wel positief over verrast. Ik had het niet verwacht, ook omdat die andere dingen zo tegenvielen, weet je wel. Als je met zout en peper is het gewoon best wel prima omeletje. Groenten erin. Ja. Ja, toch? Ik was heel erg negatief, maar dit heeft mij positief verrast. Maar er zijn nog meer gerechten. Wij gaan cannelloni maken in slechts 4 minuten. En daar ben ik ook wel een beetje huiverig voor. Smikkel jij maar even lekker door. Ik heb hier lasagnebladen en wat gehakt. En dat is dan dus wel een beetje raar, want die moet je natuurlijk wel toch voorbereiden. Maar wat is cannelloni? Ja, dat is zeg maar een soort van lasagne, maar dan opgerold in een saus van tomaat. En daar doe je dan kaas overheen. Tomatensausje. In de video ziet het er zo uit. Een perfect gegratineerde cannelloni heb je al klaar in minder dan 4 minuten. En dan doet ze er wat kaas op. Dan is het een kwestie van 4 minuutjes en is hij klaar. 4 minuutjes, daar gaan we. Let's go. En ja, daar zijn we. Nou, ik moet zeggen, het ruikt wel een beetje zoals lasagne en zo. Oh, dit gaat netjes, oké. Dit kaas is goed gesmolten. Oh. Zal ik deze even eruit halen, want anders koekt dit echt aan. Nou, ik ben wel erg benieuwd. Ja, dit ziet er wel aardig uit, hoor. Maar je moet dus wel het gehakt, denk ik, wel echt van tevoren bakken. Maar dan moet je bij cannelloni ook. Is dat, ja, dat doe je dus, daar ook altijd. Ja, dus hier is het soort van het effect van de oven. Ja, doe jij maar eerst. Ik kan niet zo goed tegen warm eten als het nog heel warm is. Maar ik heb juist een heel mooi hapje voor je. Oké, nou ja, als het moet. En? Ik moet zeggen, ze herpakken zich wel een beetje. Dit is best wel lekker.
Ik was in het begin heel sceptisch. Dit is goed te doen. Prima maaltje. Maar kom op, dan heb je dit hè, in je eentje. Dat is niet zo heel veel. Nee, het is niet zoveel. Ik ga nog even eten. En dan maak ik het wel even schoon. Eet jij maar even door. Okay. Smeer proberen. A few moments later. Ik heb die cannelloni echt niet in mijn eentje opgegeten. Maar we hebben nog één gerecht. Pizza! En dat ziet er zo uit. Voeg alle gewenste ingrediënten aan het deeg toe. Sluit het om te koken. En je krijgt een heerlijk vers gebakken pizza. Ik ben heel erg benieuwd of dit kan. Ik heb het vormpje er al uitgesneden. Doe ik weer een beetje tomatensaus op. Oké, ik ga dit even vastleggen ook. Voor later voor de kids. Voor de kleinkinderen. Kijk, hier deden opa en oma express cooking. Okay. Kaas vind jij lekker? Heel lekker. En dan groente. Nee, wow. Wow, dat hoort niet op een ja, pizza. Ja, we moeten het toch namaken zoals zij het hebben. Ja, godverdamme. Wat is dit voor een rot pizza? Zij doen dat. Ja, met dan maak je dan meteen gewoon. Wie doet er nou zo groen? Wat is dit voor konijnenvoer? Oké, nou dan doen we er wel niet zoveel op. We moeten gewoon een salami op of zo. Oké, hij gaat dicht. Het lampje brandt niet meer, dus dat betekent dat hij warm is. We gaan hem 6 minuutjes trimmen. Wil iemand nog een pizza deeg? Oh ja. Hoppa! Ik ga even het pizza deeg wegbrengen. Ondertussen loopt de tijd. Oh, hey. Het was pizza deeg. Oh. Wat was er? Niks. Wat? Ik heb wat eten voor je meegenomen. Oké. Voor jou of... Nee, was, ik dacht misschien wil je dat meer voor thuis. Oh nee, ik heb al eten van vanavond. Ja? Dat vind ik toch wel grappig. 2, 1, yes! Hij mag open. Ik ben hier echt heel benieuwd. Volgens mij zie je niet meer aan. Oh. Dat is lekker zo te beginnen. Ja, wat een ding zeg. Hier 6 minuten te wachten. We denken al, lampjes uit. Ja, no shit. Dames en heren, we gaan weer opnieuw 6 minuten. Tot strakjes. Hij staat nu wel aan. Kijk, weet je, sowieso vind ik... 3, 2, 1. Ja, maar hij moet eruit nu. Oh. Nou, jawel. Dit ziet eruit als een pizza met konijnenvoer van een maandverband. Hij is mooi gaar. Dit is netjes hoor. De kaas is gesmolten. En dan moet je zo... maak je hier dan van? Het is hem er midden. Oh, knapperig ook een beetje. Hé, hey, die expresskoeker, het is een raar product, maar... Ik had het slechter verwacht. Ja, het is gewoon gaar. Neem een hapje van deze Italiaanse. Hier maakten ze in Italië ook altijd een pizza's mee, hè? Zeg maar, poepedi papedi. Poepedi koeker. Dat is lekker. Dit is gewoon pizza. Ah! Ah! Dus... Wakker! Wakker! Wat bedoelt hij? Mark. Dames en heren, ik moet zeggen, hij heeft zich gepakt. Ja, maar overal blijft het gewoon een veel te klein ding om echt maaltijden, pizza's te kunnen maken. Ik vind dat wel aan het krassen, dat vind ik echt niet kunnen. Je zegt in je commercial, het krast niet. Ik had er 1 keer over in en er zit echt een streep in, dat is niet normaal. Dat mag je gewoon niet zeggen in een commercial, vind ik. En die eerste 2, tosti, was in 2 minuten niet klaar. Als je hem langer had gedaan, was het beter geweest. Dat vlees had ook veel langer gemoeten. Het was een leuke test. Ik moet zeggen dat ik toch wel positief verrast ben. Ik zou hem absoluut niet kopen, veel te duur voor wat je ervoor krijgt. Maar het is wel grappig dat het deels werkt. Vonden jullie deze video en deze test nou leuk? Klik dan even op het duimpje omhoog. Klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. Bedankt voor... Als iemand ook nog een leuk product heeft waarvan ze zeggen, dit moeten jullie een keer gaan testen, laat het vooral weten. Testpersonen, Dylan en Marit staan altijd open om te testen. Dus laat het in de reactie weten. Tot de volgende keer maar weer en bedankt voor het kijken. Later!